Zolang jij jezelf maar bent. Dat is wat mijn ouders vaak tegen mij zeggen. Maar krijg ik die kans wel in onze maatschappij? Krijg ik de oprechte kans om me te ontwikkelen tot wie ik echt ben? Krijgen wij die eerlijke kans wel? Als ik nu naar buiten loop met mijn omslagrokje om en een clip in mijn haar, ben ik gelijk een ander fleur. Als mijn Marokkaanse vriend met zijn capuchon op in de regen loopt, is hij een crimineel. En als jij een net iets meer uitgesproken mening hebt over het klimaat, ben je gelijk de nieuwe Greta Thunberg. Wanneer ben jij nog jij, ik nog ik en wij gewoon wij? Ik wil op dit moment aandacht vragen voor ons hokjesdenkgedrag. En niet alleen dat, maar vooral de vooroordelen waardoor we mensen in hokjes stoppen. Begrijp me niet verkeerd. Het kan heel nuttig zijn om in hokjes te denken. Maakt onze wereld simpelweg eenvoudiger en overzichtelijker. Het wordt ons zelfs van het kleins af aan aangeleerd. Ben jij ziek op school? Jouw moeder wordt gebeld om jou op te halen. Belgen zijn gewoon dom en iemand met veel tatoeages kan vast geen lief mens zijn. Maar ondanks dat we dit vanaf kleins af aan aangeleerd krijgen, is deze eerste mening wel zo eerlijk en terecht? Ik denk van niet. En dat is nu precies wel wat er gebeurt in onze maatschappij. We kijken niet meer naar wie de persoon zelf is of naar de mens achter die persoon. Nee. We kijken alleen nog maar naar de uitstraling en het uiterlijk en baseren daar gelijk onze eerste mening op, zonder aan die persoon die eerlijke kans te geven om zichzelf en zijn of haar talenten te kunnen laten zien. Om dit probleem te veranderen, hoef je niet eens hele grote complexe stappen te zetten. Het is eigenlijk super simpel. Want om dit probleem op te lossen, begint het denk ik al bij elkaar een eerlijke kans te geven. Naar elkaar te luisteren. En dan pas je mening te vormen. Jij, ik, wij samen kunnen deze stap zetten. Want als we dat allemaal samen doen, dan zal onze wereld echt een stuk mooier en vrolijker zijn. En kan iedereen gewoon zichzelf worden. Dankjewel.